vind van de foto's die ik het meest, die mij het meest aanspreken, is deze foto. Ik wil daarmee geen afbreuk doen aan de rest van deze tentoonstelling. Integendeel, dat is namelijk, hier zie je eigenlijk een graf in Ieper, hè, een soldatengraven zie je dus aan de ene kant. En van de andere kant zie je de typische verkaveling van die Vlaanderen zo kenmerkt. Ik zie aan de soort steen zie ik dat we in West-Vlaanderen zitten. Dus dat is ook wel heel kenmerkend. Maar vooral die betonnen muur, die mest faalt eigenlijk, hè, want dat staat er eigenlijk op. En dan daarnaast zijn er coniferen gezet. Om eigenlijk dat eigenlijk toch wel een beetje af te dekken ten opzichte van het kerkhof. Terwijl dat, ja, dat is eigenlijk, eerlijk gezegd, ik het heel simpel mag zeggen, eigenlijk is dit een tang op een varken, hè, want dit hoort daar eigenlijk niet in thuis. Maar ik vind het dan toch knap dat Jimmy Katz eigenlijk zoiets vindt en dat hij dat perspectief eigenlijk, allee, de manier waarop je ons daarnaar laat kijken, vind ik dat eigenlijk toch wel, ja, ik vind dat impressionant. In die zin, er staan ook geen mensen op en zo, dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Dit zegt genoeg over, ja, de Vlaming zoals hij met dit graf eigenlijk omgaat of met deze graven omgaat. Wat mij als fotograaf vooral interesseert is hoe we omgaan met die herinnering aan die Eerste Wereldoorlog. Echt eigenlijk het, ja, het hier en het nu. Op deze foto zien we een soort van idyllisch oorlogsmonument. En op de achtergrond dan weer de muil van een opgeblazen monster. En eigenlijk het oorlogsverleden wordt hier bijna, ja, letterlijk opgeslokt door de hedendaagse banaliteit. The Graves Are Nice This Time of Year van Jimmy Katz. Nog tot 24 december in de loketten van het Vlaams Parlement.